Ik ben Manon en ik werk als verpleegkundige op de obstetrieafdeling sinds afgelopen zomer. En ik ben Marjan. Ik werk ook sinds afgelopen zomer op de obstetrieafdeling. En ik ben in april begonnen met de opleiding. Ik heb hiervoor 12 jaar op geriatrie gewerkt. Ja, een hele leuke leerzame afdeling. Maar ik heb altijd de droom gehad om in dit specialisme te eindigen. Ja, vorig jaar was het zover en gesolliciteerd en toen ben ik aangenomen. Ik ben al 23 jaar werkzaam hier op chirurgie geweest. En vorig jaar kreeg ik de kans om te solliciteren op deze afdeling. Ja, en ik ben aangenomen en sinds juli hier werkzaam. Dus ja, fantastisch. Ik ben bezig met het begeleiden van jonge ouders bij de zorg rondom hun kindje. Hè. Dus het helpen bij borstvoeding, het helpen bij het geven van flesvoeding. Maar ook vaders of moeders aanleren van hoe moet ik hun kindje verschonen. Nou ja, alle dagelijkse dingen. En op de verlos ben je natuurlijk heel erg bezig met het begeleiden bij de bevalling. En natuurlijk gaat niet elke zwangerschap goed, dus je maakt ook best wel verdrietige dingen mee. Maar dan is het ook fijn dat je dan ook voor de ouders kunt zijn. En dan extra zorg en aandacht kunt geven. Dat ze ook met een, ja, ondanks dat het heel verdrietig is, dat ze daar toch op een prettige manier naar terug kunnen kijken. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook nog de zwangeren, hè, die met problemen rondom de zwangerschap hier op de afdeling liggen. Dus die biedt je ook de zorg die ze nodig hebben. Dat je getuige mag zijn dat er een klein kindje geboren wordt, vind ik eigenlijk wel iets heel speciaals. Ja, en het blijft iedere keer gewoon weer een wonder als er een gezonde baby in een wieg ligt. Ja, dat is gewoon heel mooi om mee te maken. Het is een leuke opleiding, maar het is wel, ik vind het af en toe ook best pittig om weer in de studiebanken te zitten, zeg maar, hè, naast het werken. Maar ja, het biedt ook wel heel veel uitdaging en het stage lopen op de vlos gaat de wereld voor je open. Dus dat is ook wel heel leuk. Het is gewoon heel leerzaam. Het is een heel nieuw specialisme. Dus soms heb je echt het gevoel dat je weer even bij nul moet beginnen. Ondanks dat je al jarenlang als verpleegkundige hier in het ziekenhuis werkt. Maar ja, die ruimte krijg je. En het is gewoon een hele leuke nieuwe uitdaging. Het MCL is een opleidingsziekenhuis en dat merk je ook wel terug. Worden je kansen geboden. Hè? Als je een opleiding wil doen, dan zijn die mogelijkheden er ook. Je krijgt goede begeleiding en dat is echt eerst een voorwerkperiode van een x-aantal maanden voordat je ook met de opleiding gaat starten. En ja, dat voelt gewoon heel fijn. Gewoon een fijn team, ja. Een leuk leerklimaat, goede sfeer ook. Dit is gewoon het leukste team waar je maar kunt werken. Ja.